kom helemaal een goede moeder als ik dit zo sta te doen. Nee, ik maak alleen zelf mijn hapjes. Ja, alles zelf doen. Ja, niet te ver die lepel. Nee. Nee, ik denk dat we gemiddeld... Nou, per week, wat zullen we werken? Nou, ik denk met z'n tweeën... Maar ik moet zeggen, met deze ramp, en zeker omdat je dan nu net zelf moeder bent, en dan ja, kan ik me gewoon helemaal voorstellen dat er dus andere moeders daar in Turkije zijn met zo'n kleine baby die dan op straat moeten slapen in de kou. Maar ik word helemaal niet goed van deze man. Ja, maar het gaat een beetje ups en downs. Dan word je wakker, denk je, oh, beroerd. En dan heb je helemaal gedoucht, aangekleed, gegeten. Dan denk je, oh, nou, ik kan de wereld wel aan. Goedemorgen, nieuwe week, nieuwe video. En ik had niet gedacht dat ik dit nog een keer zou gaan doen, maar ik ga even een testje doen, want ik voel me al 2 dagen, nou, gewoon net niet. Als in keelpijn, verkouden, beetje hoofdpijn, beetje van die koortsbenen, weet je, van die tintelingen in je benen. Fiora had dat vorige week de hele week en ik dacht ineens, ja, je weet het maar nooit, misschien is het wel, nou ja, je weet het wel. Ik ga eens even zien, hoe moest dit ook alweer? Wow, kijk mij, dit is zo helemaal... Beauty vlogger. Maar goed, 1 streepje, dus niks aan het handje, blijkbaar. Dus ik moet me niet aanstellen. Gewoon meedoen dan. Dan ga ik dus gewoon mee draaien in deze maatschappij. Mag ik wel vanaf hier werken vandaag? Omdat jij bent. Even op het bankje? Ja. Ja, maar dat is wel zo. Als ik nu nog op kantoor had gewerkt... Had ik me ziek gemeld, denk ik. Ja, ja, dat is het nadeel. En nu werk je voor jezelf. Moet je door. Geen 8 uur per dag hoor. Dus. Wat zeg je? Geen 8 uur per dag. We gaan geen 8 uur per dag werken, nee. Nee, ik denk dat we gemiddeld... Nou, per week, wat zullen we werken? Nou, ik denk met z'n tweeën... een fulltime baan. Ja. Als we eraan komen. Ja, dus laten we zeggen... Dat we alle twee part-time werken. Ja, en dat vind ik ook genoeg met een baby. Ja. Voor nu. Nou, dat is wel top. Ja. Dat kan en dat we dat kunnen en dan, oh, zo dankbaar. Ja, ik kan er een grap over maken, maar ik ben wel heel blij dat ik het zo... Ja, heel blij dat zo kan. Heel blij. Als je sommige vaders hoort dat ze toch heel erg balen dat ze de onverleden jeugd van hun kind hebben gemist. Ja, ik heb als doel gesteld om de eerste, zeker de eerste 4 jaar, er eigenlijk altijd voor te zijn. Ik wil niks missen. Ja. Nou, daar komt ze. Oh, daar komt ze. Zij wil ook niks missen. Hadden we in de vlog al... Ja, we hadden al in de vlog in het stoeltje. Ja. Ze vindt het helemaal het einde, echt waar. Ja, het is helemaal top. Ja, ja, en wow. Zelfs als we niet eten, wil je erin. Maakt haar allemaal niks uit. Nee. Maar kom jij ook hier dus werken? Ja, ik heb voor dat ze een bankwerkdag hebben. Oh, lekker zeg! Joost is inmiddels boven gaan liggen omdat hij zich dus echt niet lekker voelt. En ik heb heel even Loa bij hem gebracht, want ik zei ik moet even de was opvouwen. Maar ondertussen ga ik ook heel even een klein Valentijnskaartje. Met een klein cadeautje. Hij is altijd heel erg dol op kaarsen. Kijk, dus ik heb deze mooie kaarsen gekocht. Het gaat even om het... gebaar. Maar hoort er wel bij, toch? Dus ik ga dat even heel snel inpakken, zonder dat hij het door heeft. Dat is best lastig natuurlijk, omdat wij altijd tegelijk thuis zijn. Ja. Dan heb ik nu een goed moment dat hij even in bed ligt, dat ik dit even kan doen. Het is dinsdag. Ik ben net terug van de yoga. En ik had voor Joost de kaart en de kaarsjes had ik op tafel gelegd. Oh, had je het al helemaal verteld? Ja, ik had het al verteld op de vlog. Dus ik was benieuwd of Joost en Loa naar beneden zouden gaan. Net. En ze hebben het cadeautje al gevonden. Ja. Normaal doen we eigenlijk niet echt iets met Valentijnsdag. Maar Joost zei, zullen we er dit jaar wel wat van maken? Dus we gaan vanmiddag lunchen, want je voelt je weer beter. Dat is wel, toch? Nou. Oh. Ik ga wel lunchen hoor, maar het is nog niet... Gisteravond zei je dat het weer beter ging. Het komt een beetje los nu, zeg maar. Oh. Veel slot en een beetje hoesten en dat is het denk ik meer. Dat is een goed teken misschien. Ja. Nog wel een beetje die koortsbrengen. Maar kan je ook zwemmen, want dat wilde je ook. Nou ja, maar volgens mij is de Hommel dus dicht. Kan echt? Daar niet, ja. Hoezo? Ja, ik vind het een heel moeilijk rooster. Oh, maar en dat andere zwembad dan? Maar ik heb gekeken, we kunnen wel naar Merwestein. Waar is dat dan? Nieuwegein.
Oh, oké. Okay. De brug over daar bij het Antonius. Oh ja, nou ook goed. Want daar kunnen we vanaf 9:30 tot 2:30 recreatief zwemmen. En kijk hier. Ja. Kijk, dit is dan het rooster van de hommel. En dan zal er dus denk ik wel die tijden eronder moeten staan of het kan. Nou, bij gezinszwemmen staat niks. Oh. Snap je? 9:30. Ja, maar je bent nog kleiner dan een jaar. Dus we kunnen ook niet met dat baby peuterzwemmen meedoen. Ja, maar dat wil ik ook niet, die lesjes. Nee. En kijk, hier is dan woensdag gezin zwemmen. Ja. 1 tot 8. Van 1 tot 8. Nou, en donderdag pas vanaf 6:30. Hè? S'avonds. Ja, maar dat is dan misschien niet baby. Dat is gewoon dat het zwembad open is. Maar goed, ik was dus net bij... Zullen we dan naar Nieuwegein? Ja, dat is een goed idee. Yeah. Maar ik was dus net even bij de buren, want deze pakketten... Wacht even hoor, even kijken. Kijk, deze pakketten die lagen daar nog. En die moeten wij openmaken op 14 februari. Dus ik ben wel heel benieuwd wat erin zit. Zal ik het even openmaken? Ja, maar ik, ja, moet je vier komen, dan kan ik je helpen. Oké, wacht, geef de camera even aan jou. En dan is de vraag, is dit de jouwe of de mijne? Nee, het is gelijk de mijne. Nou, chocola? Wat is er dat staat er op het kaartje? Elke keer als ik je zie, maakt mijn hart een burpee. Wauw! Nieuwste nano's. Niet verkeerd. Vet. Sport bij haar. Witte had je nog niet, denk ik, hè? Nee. Sport bij haar, zeg je. Lekker. Nieuw shirt. Oh, sorry. Nice. Nieuw broek. Wauwie. Oh, die is wel mooi. En sokken. Oh, leuk. Maar dan ben ik vooral benieuwd. Voor schoenen. Heb je dan precies dezelfde schoenen? Even ja, kijken. Ik ben benieuwd. Even openen. There we go. Oh ja, je hebt zwarte. Die zijn ook heel vet. Oh, ja. Het is wel echt fijne schoenen, die nano's. Oh ja, heel vet. Kijk die onderkant. Oh ja, met een oranje streep. Nou, maar je kan hier alles op. Ja, dat is echt waar. En wat had ik nog? Een broekje? Een broek. En een shirt. Ja. En ook chocola. En ook sokken. Nou. Leuk, dank jullie wel. Helemaal top, Reebok. Dan hebben we geen excuus meer om niet te gaan. Nou, ik ben net geweest dus. Nou, trots op je. Dank je wel. Ging het goed? Ja, was wel lekker, ja. Mooi. Wij hebben het ook echt heel druk gehad, hè? Nou, dat ook. Ja. Mopje toch. Maar we gaan wel zwemmen, ja. Wel goed koud. Die shake, ja. Nou, Laura wil absoluut niet slapen, dus we gaan maar gewoon naar het zwembad en dan hopen we dat ze in de auto even in slaap valt. Ja, dat is dan maar zo, daar zijn we dan altijd heel makkelijk in. Maar ik was dus net mijn spullen aan het pakken boven en er lag voor mij ook zo maar een kaart. Dus we zijn helemaal lekker into de Valentijn. Hé? Ja. Ga jij ook even je spullen pakken? Want ik heb hier de spullen gepakt. Misschien moeten we die band nog even hier opblazen, of niet? Nee. Is die zo opgeblazen? Ja. Gaat dat snel? Ja. Oké. Nou, pak snel je spullen, dan kan zij nog even slapen in de auto. Het zwemmen was superleuk. We zijn nu onderweg naar de stad. En zoals jullie zien zit Loa dus nu in het zitje. Het duurde even voordat ik de camera erbij kon pakken, want ze was echt heel erg moe en overstuur aan het huilen van het zwemmen. En nu zien jullie dat ze langzaam de ogen dicht doet om te gaan slapen. Alleen de voorbeeldige baby. Ja, ik vind het zo sneu om er zo overstuur te filmen steeds. Maar hoe is het met jou? Kan beter. Ja? Nou, ik voel me nog steeds niet top. Hm. Ja, gewoon net niet, zeg maar. Dus Maar ja. Maar we zien gemeld vandaag, maar helaas. We zien gemeld. Ook gewoon... bij de Valentijnsdag. Nee, dat dan niet. Daarom gaan we nu naar de stad even lunchen. Ja. Zeg maar, daarvoor ben ik altijd op de porren. Dat weten we inmiddels ook. Nee, dat is een beetje hoofdpijn. Ik heb net weer een testje gedaan, want het voelt wel echt als je weet wel. Ja, maar ja, zolang het dat niet is. Nee, maar... Kijk, ondertussen trouwens, heeft hij lekker geslapen. Loa is even lekker op Bali. En wij hebben een plekje op het terras in de laatste zonnestralen kunnen winnen. Een beetje als nou, niet als Bali meer. Ik wou net zeggen, hou eens op zeg. 11 graden. Ik weet niet of het goed is voor mijn kind. Is het wel een ja, slim. Een beetje citroen. Ah, lekker. En dan komt er straks friet.
We hebben een rondje door de stad gelopen. Het is inmiddels 4 uur. Om 1:30 gingen hier de luiken dicht. En dat zijn ze nog steeds. Het zwemmen is echt doodvermoeiend. En we gaan morgen weer dan. Ja, als ze elke keer zo'n goed middagslaapje doet, moet hij door. Ik deelde het gisteren op Insta dat Loa de laatste tijd echt middagslaapjes doet. Of slaapjes überhaupt doet van 30 tot 40 minuten per keer. Nou ja, dan moet je echt zo'n race tegen de klok alles doen. Dit is ideaal. Ja. Zo, dit is stoppen. 17:36 en het is gewoon nog een soort van licht buiten. Ik heb het gevoel dat we gewoon een soort van in de zomer al zitten. Dat we op een dakterras kunnen eten bijna. Zullen we dat doen? Ja, dat was het. Nee, ik ga koken. Zoals jullie weten hebben wij nu ongeveer een maand of 3 Green Chef. We hebben daar een hele leuke samenwerking mee. En sindsdien gebruiken wij het eigenlijk nou, om de week. Ja, zoiets. Ja. Dan staat er dan op zondag komt de bezorger voor de deur met een mooie doos met al onze weekgerechten. Ik heb ze uitgezocht deze week, dus ik weet al wat we gaan krijgen. Ja, ik nog niet. Wat ik denk heel lekker vind is de gesmoorde aubergine met crispy pita. Nou, laat even zien, want volgens mij heb je ook ons favo recept ertussen zitten. Ja, ik heb al een keer of 4 gehad. Ja, deze. Ja, deze. Dat is de parelgerfsalade met falafel en pompoen. Ik denk dat we die misschien wel gewoon gaan moeten eten vanavond. Ja, die is echt heel lekker. Die is dus vegan. Je hebt standaard 250 gram groente per maaltijd. Nou ja, wij eten dat als we zelf koken, denk ik niet altijd. Dus dat vind ik al echt een voordeel hieraan. En je kunt dus, jouw dieetwens kun je gewoon kiezen. Dus wij kiezen meestal vegan, maar je kunt ook kiezen voor keto, pescotarisch, vegetarisch, koolhydraatarm, lactosevrij. Onder de 550 calorieën. Dat is ook een optie. En je kunt dus al deze dieetwensen ook weer met elkaar combineren. Dus als je de ene avond lactosevrij, de andere avond keto. Nou, zo kun je dat dan mix en matchen, zeg maar. Mix en match. Maar wij gaan dus nu voor deze parelgerst salade. Staat in 30 minuten op tafel. 263 gram groente. Ik zeg aan de kook. Pompoen is gesneden. Niet mijn favoriet om te doen, maar vooruit. Maar wat ik dus heel handig vind, is dat je de kruiden en zo gewoon allemaal in de juiste hoeveelheid krijgt. Deze meneer heeft er namelijk nog wel eens een handje van. Als er staat een scheutje sojasaus om ongeveer de halve fles erbij te gooien. Helemaal niet. Dat kan dus niet. Ja, maar ik heb vanaf mijn 15e tot mijn 20e in de keuken gewerkt. Hè? Dus ik kan wel wat, hè? Je kan zeker wat. Ik heb dat gevoel wel, hè? Dus vertrouw mij als ik zeg, er moet sambal in. Of vertrouw mij als ik zeg, meer balsamico. Ja, maar deze recepten zijn gewoon precies gemaakt zoals hier... op de ding staat dus, hou je eraan. Ja. Okay. Waarschuw je. Oké, we zijn klaar. Uiteindelijk iets van 40 minuutjes over gedaan. Ik liep een beetje te klooien met die pompoen. Maar het is klaar. Dus ik ga even opscheppen. Dan zet ik jullie eventjes hier neer. Zo. Een beetje van dit parelgerstmengseltje. Wat falafel erbij. En je kunt dus, wij hebben een code. Chef Unicorn. Daarmee krijg je... maar liefst 50% korting op je eerste box. Zo. Zodat jullie het een beetje kunnen zien. Maar 50% korting op je eerste box. En dan op de 3 volgende boxen krijg je 20% korting. Dus dat is een hele fijne kortingscode. Hoe moet dit? Moet die tuinkers, hoe heet dat? Waterkers? Ja. Moet dat... Ja, als een paar kruisjes. Gewoon hier een beetje... Ja, dat staat ook in het recept, ja, denk ik. Ja, maar ik moet snel vertellen en lezen. Ja, garneer met de tuinkers. Ja, top. Maar had je ook al verteld dat met die code, je zit nergens aan vast, hè? Nee, dat ook. Je kan het stoppen wanneer je wil dit. Ja, maar dat doen we zelf ook al. Dus dat is... Ik dacht dat iedereen... Dat is logisch. Nou, ik wil een pompoen met mijn handen pakken. Oh. Het is toch mijn eigen recept, eigen eten, dus... Nou goed, het wordt nooit zo mooi als op het plaatje. Maar, kijk, hops, oké, ik draai het even om. Zo, neem ik het plaatje erbij. Nou, ongeveer lijkt het wel, hè? Ja, en wat ben je dan vergeten, hè?
Oh ja, die moet er nog op. En de, zie je? Ik kan niet praten. En dit grabberries wel? Oh ja, goed. Ja, die had ik al wel. Deze er nog op. Nou, snappen jullie wel. Oké, aan tafel. Nou, de enige die zich nog echt fit voelt op deze woensdagochtend is volgens mij Loa. Maar even jongens. Joost, die heeft nu al, ik denk, 3 of 4 keer gezegd. Ik ga wel, ik ga niet, ik ga wel, ik ga niet. En waar hebben we het dan over? Padel. En vanavond heeft hij weer die padeltraining, les, weet ik veel. Maar ik word helemaal niet goed van deze man. Ja, maar het gaat een beetje ups en downs. Dan word je wakker, denk je, oh, beroerd. En dan heb je helemaal gedoucht, aangekleed, gegeten. Dan denk je, oh, nou, ik kan de wereld wel aan. Maar het is echt los aan het komen. Echt onder de douche ook allemaal. Nou ja, er kwam van alles. Laten we het daarop houden. Ik heb wel zin om te bewegen. Dat is allemaal een goed teken. Ja, dat is wel een goed teken, maar... In mijn benen is het echt minder, dus... Oké. Ja. Nou. En jij? Wil je ook padellen? Nou, we gaan lekker slaapje doen. Wat dacht je daarvan? Zo bang. Dat was vandaag helemaal in de girly roze... Dat heeft ze bijna nooit. Roze shirt. Ik vond het wel een keer leuk. Gaan we slaapje doen? Slaapje doen? Yay. Het moment is daar. Ik ben voor het eerst voor Loa een hapje aan het maken. Ik wilde eigenlijk pompoen doen, maar dat hadden ze niet bij de supermarkt. Dus heb ik worteltjes. Dat vindt ze vast ook wel lekker. Geen idee, maar we gaan het zien. Dus ga ik even koken en dan gaan we zo meteen een paar hapjes proberen. Kijk, ik had ook gelijk online even van die ijsbakjes dingen besteld. Zodat ik gewoon heel veel kan maken en kan het lekker de vriezer in. Anders blijf ik natuurlijk bezig. En deze zijn dan heel fijn dat je zo makkelijk eruit kan drukken. Had ik gewoon op bol.com besteld. Ja, wat is er? Volgens mij in haar kamer of in de badkamer. Joost moet even watjes zoeken. Dan kan hij het natuurlijk weer niet vinden. En wat wij ook hadden besteld. Kijk. Dat is deze leuke slap. Ook heel handig, denk ik, als ze straks gaat eten. Misschien nu nog een beetje groot, maar dan hebben we hem maar vast. Wat zei je nou net? Ik voel me helemaal een goede moeder als ik dit zo sta te doen. Nee, ik maak alleen zelf mijn hapjes. Helemaal ecologisch, biologisch. Ja. Ja, maar dit doe je wel goed in een soort van... Ja, wat zei je net? Ja, dat had ik net al laten zien. Toen jij boven liep te schreeuwen naar mij. Van, kan je niet vinden. Ja, nou, ik kon deze watten ook nergens vinden. Slag gewoon de commode weg. Nee. Keken met je akko. Nou, dit is een beetje aan het afkoelen. En dan kunnen we eten. Kijk, ze is al helemaal enthousiast. 1, 2. Oh. Ga maar iets naar achter, liefje. Je krijgt bijna in het bakje. Ga maar iets naar achter. Zo. Is dat wat? Is dat wat? Je eet de lepel erbij op. Is dat wat? Oh, vind je het wel wat? Oh, het zit ook gelijk op je oor. Dat schiet op. Vind je het wat? Zullen we nog een beetje doen? Nou, volgens mij is het wel een succes. Hè? Je gaat er gelijk zelf van eten. Ja, alles zelf doen. Ja, niet te ver die lepel. Nee, daar moet je mee oppassen. Daar moet je dan weer mee oppassen. Hè? Zullen we nog een beetje doen op de lepel? Zo, hier, kijk eens nog een beetje. Oh. Handjes weg. Lekker hè? Dat is wel wat hè? Oh, nog meer. Is dat wat? Ja? Meer? Blijf maar voorzichtig van zo zitten. Hé, het liefst duik je helemaal in dat bakje. Ik dacht, je doet nog een beetje op je hand. Dan nog een beetje op het lepeltje dan? Zo dan? Ja. Oh. Wel alles naar binnen houden, hè? Ja. Goed zo. Je weet waar het naartoe moet, hè? Je weet waar het naartoe moet. Sorry, dit is echt een heel rood kleurtje. Moet een beetje meer hier naartoe. Zijn we dan iets minder rood? Ja, kijk eens. Nou, wij zijn gezellig met z'n tweetjes.
Ga je lachen? Ga je een beetje lachen of niet? Nee? Nou, ik zat net op tv. Vandaag is die nationale Giro 555 dag. Zat ik naar te kijken. Er was nu 41 miljoen opgehaald of zo. En dan zie je dus weer al die beelden. En normaal ben ik daar dus echt niet heel snel. Ja, die Giro 555 acties denk ik altijd. Ja, het zal wel. Maar ik moet zeggen, met deze ramp, en zeker omdat je dan nu net zelf moeder bent, en dan ja, kan ik me gewoon helemaal voorstellen dat er dus andere moeders daar in Turkije zijn met zo'n kleine baby die dan op straat moeten slapen in de kou. Dus toen dacht ik, ja, ik ga nu wel echt doneren, want ik moet er niet aan denken. Hè? Kunnen we ons helemaal niks bij voorstellen. Ja. Goed, weer even over tot de orde van de dag. En dat is het avondeten. Ik moet dus eerlijk zeggen dat de Green Chef maaltijden, als je alleen bent met een babytje die, nou ja, niet zo lang zichzelf kan vermaken, dan duurt dat gewoon te lang. Dus ik heb gewoon een kant-en-klaar maaltijd in de oven gezet. Die is over 2 minuutjes klaar. Dan ga ik die eventjes opeten. En dan gaan wij lekker naar bedje toe. Ja. Slaap je, hè? Ja. Ben je moe van je eerste hapje, moppie? Ja. Oh, niet gaan staan. Dat is niet de bedoeling. Het is donderdagochtend en ik ben eventjes naar de keuken gegaan om een lekker theetje te maken voor ons. Want we waren net wakker. En Joost zei, ja, ik ga echt niet naar personal training. Ik voel me helemaal niet goed. Ik zei, nou, dat klinkt niet goed. Hij zei, ja, ik had echt niet naar padel moeten gaan gisteren. Ik zei, nee, dat had ik eigenlijk ook wel kunnen vertellen. Nou ja, goed, we hebben dus net allebei even een test gedaan. Om gewoon even uit te sluiten dat we corona hebben. Want ik vind dat gewoon een naar idee. Dat je hier eventueel andere mensen mee kan aansteken als je ook maar naar de supermarkt gaat of zo. Nou, dat was gelukkig negatief. Maar voor de rest, Joost, ja, ik heb helemaal zo'n koortsgevoel in mijn benen. En ik voel me helemaal naar. Dus ik zei ook van, nou weet je wat. Je hebt je deze week ook nog helemaal niet gedragen als je fysiek bent. Als in dat je gewoon even dan echt een dag op de bank gaat liggen. We zijn nog best wel veel dingen gaan doen. En zeker dat je gisteren bent gaan padellen. Dus gedraag je vandaag ook gewoon even ziek. Misschien helpt dat. Dan kan je een beetje uitziek. Dus de eerste stap daarbij is een warm kopje thee die ik nu voor hem ga brengen. En ik hoop vooral gewoon dat Loa een beetje gespaard blijft. Want ja, als een babytje zo ziekig wordt, ik vind dat toch nog allemaal heel spannend. Even kijken. Theekopjes. En dan gaan we eens even lekker thee zetten. Ik heb gisteren trouwens weer een nieuwe kamille thee gekocht voor haar oogje. En dat leek wel echt. Daar heb ik dus een paar keer een watje met kamille thee gedaan. Dat leek nu wel echt te helpen. Dus nou ja. Een theetje. Hopsakee. Nou, op naar boven. Ik ben maar weer eventjes naar beneden gegaan. Een shakeje gemaakt met spinazie, basilicum, ananas, lijnzaad en amandelmelk. En hier heb ik een kurkuma theetje met gember. En dan ben ik ook nog hier een soepje aan het maken. Nou, dan hebben we onze vitamines voor vandaag weer binnen. Oh. Inmiddels heel wat uren verder. Het is 2 uur of zo. Allemaal gedoucht en we zijn even naar beneden gegaan. Maar iemand heeft echt hele grote praatjes. Dus we dachten, dat is leuk om even aan jullie te laten zien. Ik ben het een keer niet. Nee. Waar. Stil dan. Gelukkig hebben we ondertiteling bij onze programma. We kijken, wat is het? Familie Goris heet het. Ja, dat is dus van Kelly Pfaff, die dochter van Jean-Marie Pfaff. Echt een heel leuk programma. Als je van de verhulsjes houdt, dat kijken we echt heel graag. Dan is dit ook echt een leuk programma. Maar goed, ik heb Joost gezegd dat hij vandaag echt even moet rusten. Ja, dat heb ik al verteld op de vlog. En jij? Ik heb al padel vanmorgen afgezegd. Ik heb morgen een lunchafspraak heb ik afgezegd. Ja, het is echt even nodig. Even bijkomen. Even aan toegeven. Ja, het is ja. Dan net niet. De hele week. Volgens mij ben ik zo. De vlog begonnen maandag hier. Ja. Ja. Met die test, ja. Ja. Ja, nou. Vlog het weer ingelopen, heb ik. Ja, ik ook. Nou, negatief, maar daar heb je helemaal niks aan. Nee, lekker saai om naar te kijken. Dat is niet onze beste week. Nee. Nou goed.
des te leuker wordt volgende week, denk ik. Ja, dat denk ik ook. Als we ons beter voelen, gaan we leuke dingen doen. Gaan we iets leuks doen, ja. Ja. Nog even bedenken wat. Maar... Dus deze week geen hoogcijfer. Nee. Nee, dat nou, denk ik ook niet. Wel voor jou een beetje met je eten. Ja, dat was leuk, hè? Dat was een leuk, leuk uitstapje van deze week. Dat krijgt een 9, maar de rest van de week een... 7. Oh, nog wel voldoende. Ja. Oh, nou dan is er niks te klagen, toch? Het is altijd half vol. Goed. Nou, tot volgende week. Tot volgende week.